Hallo, ik ben Ingrid Lieten. Ik ben 7 jaar gemeentesecretaris geweest in Maasmechelen. En ik kan u met de hand op het hart verzekeren, Maasmechelen is gaan chic. Echt een funky town. De trots van Maasmechelen is de Maas. Een prachtige, statige, maar niets ontziende rivier. In 1993 zetten ze de hele gemeente onder water. En een van de slachtoffers was boer Albert Monnissen. Ja, schade is groot. Staal dan dus die verwoest is, die loods is verwoest. Alle gebouwen zijn al gebarsten, dat zie ik. Die muren, die palenstal, die zijkanten. Muren. Ik heb al barsten achter in de kiekenstal zijn barsten gekomen. Ik zie dat niet meer zitten. Nee. Boer Monnissen wordt het gezicht van de waterramp. Jan van Rompuy interviewt hem via de satelliet live op de nationale televisie. Meneer Monnissen, goedenavond. Goedenavond. U ziet er zo deftig uit. Daarstraks, daarnet zagen we u in landbouwerstenue en u heeft verdorie een das aan. Ja, maar dat is nu voor uw programma. Dat is chic, hè? Ja, dat begrijp ik. Dat moet in orde zijn. Ook mevrouw Monnissen geniet van haar 5 minutes of fame. Ze begint zowaar Jan van Rompuy te verleden. Mevrouw Monnissen, u heeft ook niet zo'n prettige dag meegemaakt vandaag, denk ik, hè? Nee, zeker niet, meneer. Ik die wat zo graag gewild had om het kort bij u te zijn. Ah, ja. Is dat nu alweer mislukt? Ja, dat is weer mislukt, ja. Mevrouw Monnissen staat op het punt een misstap te begaan. Maar de enige die zich echt fameus misstapt, is haar man. Is de muur weggeslagen, zeker? Ja, dat is hier met die ganse muur is hier weg. De man die boer Monnissen van de verdrinkingsdood redt, is de jonge Rudy Franks. Rudy legde hier in Maasmechelen dus de basis voor zijn rijke carrière als oorlogsverslaggever. Maar de echte held is en blijft boer Monnissen. Gelukkig dat ik kan zwemmen. Ja. Oh, zelfs ben ik nog verdronken ook nog. Dit was Ingrid Lieten vanuit Funky Town Maasmechelen.